Killer Krop is net klaar in de freestyle competition. Hoe vond je het gaan? Ja, was wel nice. Jammer dat ik gelijk tegen hem moet, man. Ik had echt een ander gehoopt, weet je wel. Ik denk, hij een beetje inkomen nog, misschien. Maar tegen hem moet je er gelijk staan. Hè. Ja, gelijk insane, ja, was dat... Hij is een beest, man, als hij freestylt. Dus alleen maar respect voor dat, weet je wel. Nou, ja. Je bent normaal gewend om hier bij Punch-Out gewoon je geschreven shit voorbereid te komen doen. Nu freestyle, is dat heel anders? Andere instelling dat je moet hebben? Ja, sowieso. Weet je wel, het is grappig. Ja, ik ga er gewoon blanco heen en kijk wat er gebeurt, weet je wel. En je moet een beetje op alles... Ja, je moet hem volgen, je moet elkaar proberen te volgen, hè, natuurlijk. Ja. Dat soort dingen. Dus in de eerste ronde ging dat goed. In de tweede ronde, ja, dan vond ik mezelf ook een beetje wegzwakken bij me, weet je wel. En dan, dan begin je al tijdens het rappen eigenlijk te veel te denken. Het is grappig, weet je wel. Want ik denk weinig eigenlijk als ik freestyle, weet je wel. Dus, weet je wel, ik heb een paar dingen die wat hij zegt, daar reageer ik op in het begin. En dan laat ik het maar gewoon lopen of zo, weet je wel. Dus, maar ja, dat was weer leuk, hoor. Weer iets anders. Nou is er heel veel discussie wel, of er nou wel of niet freestyle battles moeten gebeuren. Hoe denk jij daarover? Ja, maar gewoon doen, man. Weet je, het is ook goed voor gasten die bijvoorbeeld schrijfbattles doen, weet je wel. Het leer je toch om bijvoorbeeld om tussen je geschreven stukken of ervoor of daarna gewoon om wat freestyle dingen te doen, weet je. Voor alle choke battlers. Ja, dat ook. Nou, ik heb het zelf ook een keer gedaan, hè, ouwe, daar was je bij. Dus maar ja, dat is één keer gebeurd en dat zal niet meer gebeuren. Okay. Maar ja. Maar dit is wel goed, weet je wel. Dat is voor iedereen goed, dat je leert ervan, weet je wel. Maakt je cleverder met denken en alles en zo, dus ja. Oftewel, iedereen gewoon gaan freestylen. Freestyle battles, die shit. Die zou eigenlijk gewoon als een hoofdtaak moeten hebben dat hij kan freestylen, toch? Ja, weet je wel, kijk, ik verlies nou wel, maar volgens mij heb ik het al aardig gedaan, weet je wel. Dus ja, oké. Killer Krop heeft gesproken. Ja. Bedankt. En tot de volgende keer, man. Ja, man. Bang, bang, bang. Bang.